van ouderen in Amsterdam is dat percentage nog veel hoger. Dat zijn heel veel mensen in onze naaste omgeving. Daarom houden wij vandaag een wees welkom ontbijt waar iedereen van harte welkom is. Maarten Porter, de stadsdeelvoorzitter, is ons speciale gast. Hij heeft net als wij het probleem eenzaamheid hoog op de agenda staan. Dank u wel voor uw komst. Applaus voor hem even. Want als Sadaka community zet graag samen de schouders hieronder om het aantal eenzame medebewoners te verminderen. De eenzame ouderen met name migrantenouderen hebben ons gezamenlijke hulp hard nodig. Soms woont familie niet in de buurt of is er nauwelijks naaste familie. Dan worden de dagen heel erg lang. Er is misschien wel een buur om mee te praten, maar het gemis van familie hier en familie in het land van herkomst kan dan steeds sterker worden. Gezondheidsklachten kunnen verergeren, waardoor het nog moeilijker is om het huis uit te komen. Het is moeilijk om hulp te vragen of zelf die stap te zetten wanneer je je eenzaam voelt. Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat of dat je zelfs tot last bent. Iedereen moet zelf die stap naar buiten zetten, maar dat lukt niet altijd alleen. Daarom moeten we samen opmerkzaam zijn wie in onze omgeving een steun in de rug nodig heeft. Door met elkaar in gesprek te gaan, door een luisterende oor te bieden en door samen het taboe over eenzaamheid te doorbreken. Want velen zijn eenzaam in stilte. Als Sadaka kijkt graag naar hoe wij bewoners nog beter kunnen bereiken. Want wanneer je een sociaal isolement ervaart, zal je niet makkelijk naar activiteiten komen. Zo blijft een deel van deze eenzame migrantenouderen onzichtbaar. Als we dat willen veranderen, moeten we kijken naar wat de bewoners nodig hebben. Laagdrempelig activiteiten waar iedereen zich welkom voelt. Maar ook door opmerkzaam te zijn in naar mensen toe te gaan wanneer dat nodig is. Want soms heb je in het leven niet alleen een steuntje, maar ook een duwtje in de rug nodig. Zo zitten wij samen de schouders eronder en zo staan we samen sterk tegen eenzaamheid, vooraan bij migrantenouderen. Dank jullie wel. En nu, dames en heren, het woord aan de speciale gast, stadsdeelvoorzitter Maarten Porter. Dankjewel, Ahmed. En goedemorgen, dames en heren. Wat fijn dat ik hier vanmorgen aan mag schuiven. En wat een prachtige tafel heeft u hier samen. Zo ken ik Asadaka, en zo ken ik u. Altijd een warm en hartelijk welkom. Hier heel mooi om samen te eten. Want eten verbindt, het brengt mensen bij elkaar. We voeren samen gesprekken. En je geeft het mensen het gevoel welkom te zijn. En aan te mogen sluiten bij zo'n groep. En dat is zeker in het kader van het thema wat we hier bespreken. En wat je prachtig hebt verwoord, Ahmed. Ik kan daar eigenlijk helemaal niks aan toevoegen. Want dit is precies waar het om gaat. Het is deze week de week van de eenzaamheid. Ik zou eigenlijk liever spreken van de week tegen eenzaamheid. Of misschien moeten we het woord eenzaamheid helemaal niet zoveel meer gaan gebruiken, maar vooral spreken van ontmoeten, elkaar tegenkomen en ervoor gaan zorgen dat mensen weer actief worden en niet inderdaad verpieteren, alleen maar stilzitten in hun eigen huis en steeds minder contact hebben met mensen, want dat is niet menswaardig. Dat kan, past niet bij deze stad, dat past niet bij ons, bij onze culturen, om ervoor te zorgen, om er niks aan te doen
dat mensen elkaar niet gaan ontmoeten. Het is wel een ingewikkeld probleem, want het is iets wat heel persoonlijk is. Mensen kunnen eigenlijk alleen maar zelf ervoor gaan kiezen om weer mee te gaan doen. We kunnen niemand dwingen. We kunnen een zetje geven, dat is heel goed geformuleerd. Maar het is erg zoeken hoe we dat nou op een goede manier gaan doen. En daarom denk ik dat we daar allemaal een steentje aan kunnen bijdragen. In onze contacten die we hebben. Daar waar je vermoedt, volgens mij verdient deze persoon net even dat extra. Om daar zelf iets aan te doen. En mensen misschien 1 of 2 of 3 keer proberen te overtuigen om mee te komen. Net zolang tot het lukt. En totdat ze ook dit soort mooie ochtenden mee gaan maken. En dan kunnen we echt samen ervoor gaan zorgen in deze buurten. Dat meer mensen mee gaan doen. Het is vandaag ook nog eens Nationale Ouderendag. En heel terecht wordt er veel nadruk gelegd op ouderen. En ik ben het zeer eens dat de groep migrantenouderen, met name de eerste generatie migrantenouderen die dit land hebben helpen opbouwen, die hier naartoe zijn gekomen, met allemaal hun eigen redenen. Veel mannen hier eerst alleen naartoe zijn gekomen als wat we toen nog gastarbeider noemden. En later hun vrouwen en gezinnen hier naartoe zijn gekomen. Die hebben met ideeën hier een leven opgebouwd. Van ik wil mijn gezin hier een goed leven geven, maar misschien ga ik ooit ook alweer terug naar het land waar ik geboren ben. En voor heel veel mensen gebeurt dat niet. En dan is het toch in de laatste fase van je leven een behoorlijke omschakeling. Om na te denken hoe.